Hey kijkers van jullie, welkom weer in een nieuwe video en vandaag gaan we iets bijzonders doen. En we zijn niet vandaag op dit platform, maar ik ga het platform gebruiken om... even kijken, zo, zit het nu aan? Yes. Oh, right. Ik ga het platform gebruiken om het gebied wat we gaan laten zien in de komende afleveringen even overheen te vliegen. Want het is namelijk kapot veel. Oké, ik hoop ook dat ik goed ga vliegen, dus daar gaan we. Oké, ik heb gelukkig nu al een goede start, want dat gebruik ik wel eens niet namelijk. Daar rechts is de span natuurlijk. Dan komen we nu, beginnen we te vliegen over het gebied. Vliegen een beetje overheen hier zo. Vliegen dan weinig, een gigantisch fort. Nog iets, ook kut. Een heel stukje haven hier zo. Oh, ik wist niet dat dit bestond. Ik dacht dat ik dat allemaal had gehad al. En we landen hem hier. Auw, ik dacht dat gewoon goed dat ik dan geen pijn kon krijgen. Oké, dat heb ik me niet. We gaan uit F5, zo. We trekken ons body armor weer even aan. Want zo, hoppakee. En dan begin ik gewoon hier blijkbaar. Ik ben hier met mijn review, met mijn vlucht geëindigd. Dus ik ga hier met mijn review beginnen. Dit heb ik geen idee van. Dus we gaan gewoon hier naar binnen toe. Oké. We gaan hier naar binnen toe. En wat ik dus al zei. Dit is allemaal van dezelfde makers. Dit is een groepje. Gezellig. En het is van Zaptiger, Dragon Sneeze, Benjamin, Crafter, Panda, Place, MC. En misschien nog iemand. Maar dan vergeet ik die eventjes nu bij deze. Want ik ga gewoon lekker reviewen. Het is een aardig groot leeg gebouw. Ik weet dat ik in die vorige op een leeg gebouw was, maar dit is ook een aardige. Allemaal spulletjes. Dat zou ik eigenlijk wel hebben, dit. Zo. Ja, dat vinden ze vast niet erg. Hoppakee. Dan geef ik ze allemaal spulletjes ook weer terug. Hier. Zo. Alsjeblieft. Die elite willen ze vast wel hebben. En die ga ik op een mooi plekje voor ze leggen dan. Oké. Is ook een goed zwaard hier ligt. Het leuke is ook, deze mensen hebben zoveel spullen dat ik wel sterk op geen afstand. Dus dit is beter zeker of niet. Maakt niet uit, we gaan door. Voor de mensen die denken dat het heel scumbag is, morgen verloopt de server en dan, dan wordt het niet meer. Dit is de laatste kans dat ik het kan opnemen namelijk. Dit is niet de scumbag, want als ze vanavond niet online gaan komen, gaan ze het nooit merken dat ik het niet dat ik het heb meegenomen. Dus geen nood, ik ben niet zo close op die met zijn spullen jat. Nee, dus we nemen het lekker mee. Ik heb zelfs nog spulletjes teruggegeven ook. En we gaan, oké, daar bovenop is zeker niks, nee. We gaan hier gewoon naartoe. Dat is een mooi boompje dit trouwens. Oh kijk, ze hebben zelfs... Het punt is ook, er zit geen creative in deze server. Dit is allemaal dus gewoon... je hebt ze dus gewoon met Silk Touch mushrooms gefarmd. Zo hardcore zijn deze mensen. Oké, wat zie je allemaal binnen te halen? Ja hoor, waarom ook niet? Doe lekker... Oh, je kan niet boven toe en dan kan je springen op dit spul. Je hebt een gigantische beam. Ook 1, 2, als het tweede al. Ja hoor, allemaal natuurlijk keihard zelf verdiend. Zoals het hoort, zou ik maar zeggen. Hop. Dat hebben we hier nog mee te zien. Klik. Oké, ik word nou wel gek. Maar ik ga even kijken wat gebeurt hier. Brief. Kill. Wat doen die koeien hier beneden dan? Moet ik die slaan of zo? Gebeurt als ik dit doe. Oké. Ze hebben een soort van automatische farm. Auw. Het ziet eruit dat het bedoeld is om te slaan, maar ik heb geen idee. We gaan niet gauw weg van onze herrie. Het is wel een grote chaos. Ik heb helemaal niet door wat het is. Oh, dit is een plekje. Oh, dit is allemaal lava. Oké, dit is de opslagruimte. Helemaal volgeladen, zeker. Ja hoor. Tot de nok toe zijn ze repaired voor wat gaat komen. Oh, kijk, we hebben hier nog een rendertje. Oké, heb ik iets kapot gemaakt? Dit was zoals we het niet zo gemaakt hebben. Ja, ze stoken op lava van massaproductie. Oké, cool. Klik. Nog een super oven. We gaan hier even naartoe. Wat hebben we hier? Een chamber room. Oh, nog meer dure spul. Oh, wat is dit? Guardian Farm, check. Tijdens basis. Basis Jordi. Basis Benjamin. En Skeleton Farm. Oké, die Skeleton Farm gaan we skippen. Maar we gaan zeker allemaal die treintjes rijden. Dragons zijn layout. Dat stond er niet volgens mij. Nou, die hebben een aardig mooi openingskistje. Ah, kijk eens aan. Het is allemaal goud en duur hier.
Dat is bij een draakwoord, hè. Dragon. Wat gebeurt allemaal? Wat is er veranderd? Oké, ga het nog een keer doen. Oké, nog één keer. Dan gaan we kijken wat een ding was. Rennen. Oké, springen. We gaan hierin. Woehoe. Waar zijn we? Dit is echt fantastisch. Ik wist altijd dat mensen dit gigantische dingen bouwen, maar... Oké, kind is wel super ziek. Ik dacht, het is een heel klein gebouwtje, maar het is een gigantische ondergrondse... Kom ik nooit meer uit trouwens. Een gigantische ondergrondse kamer. Hoe was ik hier? Kom ik hier nou ooit uit? Waar ben ik nou net binnen gekomen? Hier? Nee, toch? Nee. Waar is de uitgang? Oh, shifts. Dit is niet best. Nou, ik had het toch de laatste dag. Dan kan ik toch nog niet meer gepakt worden als ik commands gebruik. / top. Yay. Nu ben ik hier. Oké. Zie je water beneden? Ja, nog wel. Maar ik moet wel goed springen. Oh, ik was zo bang in dood te gaan. Ik had echt het gevoel dat het later weer lekker het einde van de aflevering. Ben je misbaas? Oké. Nou, die hebben we dus net gehad. Dat epische gebouw. Wat is hier? Private opslag. Oh ja, we worden nog meer opslagen. Ja, natuurlijk. Zo'n apart kistje voor... Jongen. Heb je nog wat... Wat spul wat ik misschien kan gebruiken. Om het te overleven in een dangerous... super... Mijnkartjes moet ik hebben. Mijnkartjes. Metaal. Wat is dat hier? Metaal. Nou, helaas. Yes, die is beter dan die ik heb namelijk. Hoewel. Nou, mijn is sharpness en knockback. Deze op smijt en knockback. Wel sharpness, het is moeilijk. Moeilijk! Misschien kunnen we ze ergens combineren. Is dat leugen? Mogelijk hier zo. Hallo. Nou. Oké, dat is een soort van opslag gewoon. Gezellig. Maar ik wil eigenlijk wel heel graag eventjes zo'n... Hier was ook een opslagplaats. Misschien was hier wel even een mijnkarretje te halen voor dat karretjes rijden. Of gewoon metaal, dan kracht ik er zelf alleen. Dat is niet zoveel moeite. Metaal. Het is een rommelopslag, jongens. Yes, ik dacht ik zag er een. Yes. Alright. Dan doen we dat ook. Zit hier allemaal in? Allemaal geld. Ja hoor. Waar gaan we eerst naartoe? Die slaan we over. Ben, zijn ding. Klik. Let's go. Wee. Van me af hoe lang het duurt. Ik hoop niet zo heel lang eigenlijk. En ik hoop al helemaal dat jullie me nu kunnen verstaan. Want er is ook erg veel lawaai wat ik hoor. Dan gaan we omhoog. Hoppakee. Hij wordt echt buitengewoon neergegooid. Ben zijn basis. Dit is al een spectaculaire basis. Ben, maar niet heus. Die ben ik al net al geweest. Wat zie je dan? Snel. Ik ga naar dat bruggetje toe. Hier hebben we een gezellige brug. Ja, dat kende ik al. Dan gaan we hier buiten maar eens kijken. Dan beschouwen we dit als Ben's basis maar. Het fort. Ik zie vuur in het fort. Misschien is dat fort van Ben wel dit gebouw hier. Dat zou goed kunnen. We gaan hier eens binnen kijken. Ziet er wel cool uit trouwens. Eerlijk is eerlijk. Mooi ding. Klik. Ik zie allemaal te halen. Muren in. Dat zou ook muren in zijn, ja. Klik. Nu kunnen we buiten op de muur rondrennen. Hier is ons kamertje. Hier is het, er gaat zeker gewoon de toren in nu, of niet? Ja. Ah, wel een mooi torentje. Hop, erin. Wat zouden we nog eens gaan bekijken? We kunnen ook nog gaan bekijken. Wat zouden we nog eens doen? Klik. Ja, dat is leuk. In de default aspect past die fokker precies het middelste gaatje. Dat is leuk. Klik. Ja. Wat is het moeilijker dit. We kunnen nog eventjes kijken bij het huizendorp hier. Dat is wel een leuk idee. Dat is een goed idee. Lekker. Of we kunnen nog een andere proberen. We gaan gewoon even kijken. Kan ik deze wel zonder... Nee, dan ga ik wel even krijgen. Zitten. Wel. Het is er wel. Ja, dat is deze. Oké, we gaan met snelheid naartoe. We hebben lekker overal van die powers. Moet je kijken rechtsbovenin. Zo, hoekje om. Het is een episch gebouw daar. Het lijkt wel een fort. Goeie.
Klik. Klik. Alright, oké, lekker eten. Ik wil graag wat eten meenemen. Hoppakee. Ja, we allemaal luxe dingen en luxe eten natuurlijk. Snel. Fijn, maar eigenlijk is lekker dat die server morgen verlopen. Nu kan ik alles kloten. Dan ben ik best wel heel beleefd. Want dan vind ik niet netjes om onze spullen kapot te maken. Nou. Maar nu kan ik alles kloten en jatten wat ik maar wil. Bevalt goed. Dit bevalt goed. Oeh, ik heb nog een keer hier naartoe. Wat is hier? Niks. Zoep. Wat zie je zo dan? Ah, the place to be. Ik heb zo echt een kast. Enchanted. Ja hoor. Ja hoor, waarom niet? Rijkdom in overvloed. Naar buiten toe. Oh ja, hier stond de camera beneden toe. Waar ben ik nou weer terecht gekomen? Oh nee, ondergrondse kamers. Wat is hier? De snelheid speed booster, ik help alleen, dat is wel lekker. Ik kan ook weer boven nu, ik kom nooit meer boven. Oh, is dat? Nee, dat is hier de trap. Help. Waar is dat boven toe nou? Nee. Oh, hier gelukkig. Dat is echt een dol of hier. Yes, we're weer buiten. Spookhuis. Oké. Waar gaan we nog meer eens kijken? Hier zo in het andere huis natuurlijk. Dat is ook leuk. Klik. Ja. Zie ik ook overal overvloed aan spullen en mineraal liggen. We zijn rijk tot op het bot, jongens. Zulke rijkdom. Dat zie je niet vaak meer. Klik. Deur dicht. Doet. Hup. Wat is hier bovenal nog een cool gebouw, neem ik aan. Ja. Misschien als ze de deur kon vinden. Is het een kanon of zo? Het is iets te meten. Over paard is het. Ja, dat is leuk. Puntjes. Oké, ik neem aan. Hoe hoger, hoe beter. Dat lijkt me logisch. Oh, ik snap hem. Je gaat het spaart erop staan. En ik ben een... niet zo hoog is dit. Het is niet zo heel hoog. Dan rij je ze... Oh, dat is een cool. Cool meting systeem dit. Dan kan je zien hoe snel die is. Cool. Dat is ziek. Wat gaan we hier nog meer eens even kijken. Of hier wat te halen is. Oh, hier is stal. Hop, ik kan het echt lekker hoog springen nu. Horse of saptijger. Ja, maar. Het maakt toch niet meer uit. Wee. Oké, ik ben al spijtig dat ik dit heb gedaan. Zo, we gaan lekker ronddraaien op Horse of Saptijger. Dat lijkt me leuk. Ja, dat is cool. Wil je ook een stukje eten? Hier, neem maar wat. Hij is wel kapot snel. Hij is goed getest waarschijnlijk. Waar gaan we zo even naartoe? Horse of Saptijger, breng mij ergens naartoe. Dan is ik ook gewoon springen. Ja, hij doet het als een beest. We gaan nog eens even in een paar... Au, kom op, Horse of Saptijger. Dat is vast niet zijn naam. Ja, beneden toe. Spring! Ik wil namelijk nog een gaatje kijken. Wat hebben we hier? Benjamin, Jordi's basis, die ken ik al. Tijn's basis, die ken ik ook nu. Guardian Farm. Dan gaan we de aflevering afsluiten. Vandaar toe zeggen gaan. Let's go! Wat is dit? Hij heeft hem nog een rail door de Guardian Farm. Nou, hoor, Saptijger. Waar ben je? Hij heeft me verlaten. Hij is toch naar zijn echte baas gegaan. Kut, dit. Dan ga ik hier gewoon de aflevering weer afsluiten ook. Dit is geen guard. Nee, ik ga niet zeiken over het negatieve punt. Want dit is een bizar grote baas met heel veel geld. Super cool, alles. Ik moet er mee... Oh, kijk, een hele tree farm hier. Super cool. Ik moest er een beetje opschieten, want het was zoveel. En ik ga gewoon zeggen, tot de volgende keer op Yui.